Hi, welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik had mijn werkbank mooi opgeruimd, video gemaakt, daarna ben ik gaan rommelen en toen heb ik besloten toch even terug te gaan naar de beurs, een paar dagen later. Dus het is hier een complete chaos. Ik ben bezig geweest met dit is even kijken. In de koploper zit deze kap voorin. Ik ben bezig geweest met het uitboren van die gaatjes om daar lichtgeleiders in te zetten. En ja, dat is niet helemaal goed gelukt. Ik probeerde dat te doen met deze, maar het werd uitsmelten in plaats van boren. Ik moet deze zooi nog van die boor af zien te krijgen. En ik moet iets hebben wat langzamer boort dan dit, zodat ik beter die gaten uit kan boren. En op de beurs kwam ik deze tegen. Alleen deze. Ik denk, die neem ik mee. Hier zit dus nog een goede kap op. Extra motor. Kan ook geen kwaad. En ik heb het idee dat de wielen die hierop zitten net wat beter zijn dan van het andere model. Even kijken. Even wat rommel wegleggen hier. Van deze zijn ze zwart, helemaal zwart. Deze zijn nog enigszins koperkleurig. Ik weet dan niet of dat de bedoeling is van het model of dat het schoongemaakt moet worden. Anyway, hiermee kan ik in ieder geval mijn fouten herstellen en heb ik wat reserve onderdelen. Vast nog meer sloop. Dus deze. Hier ben ik dus een beetje mee aan het experimenteren. Verder. Kijken. Zo, deze en 2200 serie, 2200-2300 serie. Dit zit een beetje los, hij moet gesmeerd worden. Maar verder ben ik heel benieuwd wat hierin zit. Dus die ga ik nog openmaken, uiteraard. Kijken wat erin zit, kijken hoe die in elkaar zit. Kijken hoe moeilijk het zou zijn om dit te digitaliseren. Als dit model, of eigenlijk als deze doos bij dit model hoort, dan is het een heel oud model. Dus dat komt er ook nog aan. Zo. En Apoes. De kat loopt hier rustig binnen. En rent weer weg. Ik heb mijn bestelling binnengekregen van de Simoba kortkoppeling. Ik ben van plan deze, zo. Ben van plan deze grote staven eraf te halen en deze kortkoppeling hieronder te monteren. Zo ongeveer. Daar de NEM-schacht op te zetten. Alles goed uit te meten. In de hoop dat ik hem goed tegen elkaar kan laten rijden. Ik heb het nog niet eerder gedaan. Ik heb ook geen afstelmechanisme. Dus ik denk dat ik gewoon een bestaande trein ga pakken. En het daar tegenaan ga houden. Om te zien of het allemaal een beetje de goede hoogte is. Het is de bedoeling dat je deze pakt. De schacht eroverheen schuift. Net zo lang schuift dat hij op de goede hoogte zit. En dan afknippen en klaar. Dus dat komt nog. Bij die schacht, in die schacht moeten natuurlijk deze koppelingen. Of ik heb hier nog een setje van, ik denk dat die van Fleischmann zijn, deze van Roco. Dus die zijn ook voor koploper. Maar ik denk dat ik die ook ga toepassen op andere treinen die ik hier heb liggen. Dus, het is weer een zootje op de werkbank. Ik hoop volgende week ook echt meters te gaan maken met deze treinen om ze echt om te bouwen. Motor om te bouwen, digitaliseren, lampen, verlichting, alles in orde te maken. Deze week is het te druk, dus dat gaat er niet worden. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot later.